Goeiedag en welkom bij dit weekendgesprek. Wat is nog de rol en de betekenis van de Senaat? Die hoge vergadering, zoals dat vroeger heette, in het rode plusje. Moet de Senaat verder hervormd worden of moet de Assemblée worden afgeschaft? Ik spreek erover in deze studio, omdat de Senaat een dochteronderneming is, zeg maar, van het Vlaams parlement. Sinds de zesde staatshervorming is het gros van de senatoren afgevaardigd uit de deelstaten. We spreken er vooral ook over omdat deze week een nieuwe senaatsvoorzitter werd aangeduid. Wat zijn haar plannen met die Assemblée? Wordt het misschien de laatste voorzitter? Zal zij het afschaffen? Welkom in de studio voor Open VLD, Vlaams parlementslid Stefanie Doze. Welkom. Mevrouw Doze, ik heb even geteld, sinds 1831, de stichting van dit land, waren er nu 38 senaatsvoorzitters. U bent de 39ste en dat op uw 39. Ja, hoe symbolisch kan het zijn? Maar ik ben ook echt de jongste voorzitter ooit van de Senaat. Mijn voorgangers waren ook altijd wel dik in de 50, in de 60. Dus ik ben echt de jongste ooit. Het zal ook een uitdaging zijn om deze legislatuur in leven te blijven. Want ik heb ook een keer opgezocht, tijdens hun ambtsperiode zijn 7 voorzitters van de Senaat gestorven. Dus staying alive zal wel mijn motto zijn. Oei, 7 op die 38, dat is 1 op 5. Dat inderdaad, wordt nog een risicoberoep. Ja. Inderdaad, dat toont ook wel een beetje de gezegende leeftijd van mijn voorgangers. Ja, inderdaad. Uw benoeming of u moet nog gestemd worden, maar goed, dat is een onderdeel geweest van die federale regeringsonderhandelingen, de vorming van die Vivaldi-coalitie. Ja. Zo'n functie als senaatsvoorzitter hoort daarbij, zoals kamervoorzitter. Hoe gaat dat dan in de loop van de voorbije week? Van wie krijgt u een telefoontje? Hoe werkt dat? Wel, dat zat eigenlijk mee in het pakket, maar dat was ook voor mijn partij en voor Egbert, mijn partijvoorzitter, wat onverwacht, dat uiteindelijk dan de senaatsvoorzitter bij onze partij terechtkwam. Dus er was daar eigenlijk op voorhand niet echt over nagedacht wie dat de casting zou kunnen zijn. Dat werd dan bekend, dacht ik, woensdagavond, dat de senaatsvoorzitter in onze groep zou vallen. En dan kreeg ik onmiddellijk een aantal sms'jes van collega's, van vrienden, die ook al wisten dat ik deelstaatssenator was. Ja. Dus je wordt eigenlijk vanuit het Vlaams parlement afgevaardigd richting de Senaat. Ik deed dat al een jaar, samen met nog 4 andere collega's van mij en 1 gecoopteerd senator, dat is dan Rick Daams. Dus de voorzitter van de Senaat moest gekozen worden uit deze groep. Ik nam kennis van het feit dat wij de voorzitter mochten leveren en ik dacht eigenlijk op het eerste idee aan een éminence grise. Ik had eigenlijk op het eerste idee nog niet aan mezelf gedacht. Ja, want bijvoorbeeld in uw partij, gecoopteerd senator Rick Daams, die draait al lang mee in de Absoluut. Politiek en die had ook wel zin in die functie. Klassiek is het ook zo, het staat zelfs op de website, dat de voorzitter een heel pak politieke ervaring heeft. Dus misschien dacht men eerder aan iemand ouder met meer ervaring. Ik eerlijk gezegd ook. Ja. Maar dan zie je de casting van die federale regering, allemaal jonge mensen, nieuwe gezichten, waardoor dat ik dan dacht van, ja, ik pas daar eigenlijk ook wel in die casting. Dus ik heb een sms'je gestuurd naar Egbert, met wie ik natuurlijk wel een heel goede vriendschappelijke band heb. En zegt van, ja, ik heb er een keer over nagedacht, ik ben daar eigenlijk ook wel kandidaat voor. Ik zit daar nu een jaar in, dat assemblée. Ik heb daar ook al wel leuke, mooie dingen kunnen realiseren. Bijna evenveel zoals in het Vlaams parlement. Ik heb ook respect gekregen voor de instelling. Dat was, laat me eerlijk zeggen, een jaar geleden niet zo. Ja. Toen de fractievoorzitter mij vroeg of dat ik wou afgevaardigd worden richting de Senaat, was eigenlijk ook mijn eerste idee, wat moet ik in de Senaat gaan doen? Ja, wat betekent dat nog? Dat is extra werk ook vanuit dit parlement overigens. Je moet dat eraan absoluut. Bijnemen. Ja, het is niet dat wij daar extra voor vergoed worden of zo. Zo van, het is een sterfhuis. Wat moet ik op dat sterfhuis gaan doen? Maar eigenlijk in dat jaar heb ik gezien dat de Senaat wel heel veel interessante bevoegdheden heeft. Dus vandaar, met dit in het achterhoofd, heb ik dat dan laten weten aan Egbert. Ja. En die heeft er dan eigenlijk een heel weekend over gedaan om te consulteren, om verschillende mensen te spreken, om daarover na te denken. En dan, ik denk maandag in de loop van de dag, heeft hij mij een sms gestuurd van kijk, ik heb erover nagedacht. Jij bent het. Ik wil dat jij het nieuwe gezicht wordt. Je weet wat we hebben afgesproken in het regeerakkoord over die nieuwe Senaat. Ik ben zeker dat jij dat als jong een nieuw gezicht dat kan vormgeven. Ja. En toen, 5 minuutjes daarna, kreeg ik een sms'je van Alexander De Croo. Proficiat, mevrouw de senaatsvoorzitter. Wanneer mag ik op bezoek komen? Dus toen wist ik wel dat het beslist was en dat het zeker was. Ja, de nieuwe premier zal u daar ongetwijfeld toekomen. U komt uit die ontstaansgeschiedenis dat u inderdaad ook te kennen gaf dat u geïnteresseerd was in die functie. Ja. U kent Egbert Lachaert. U was ook een supporter van hem tijdens die voorzittersverkiezingen in team Egbert. Op dat moment is dat ook belangrijk, wanneer die functies verdeeld worden.
dat je, je op diezelfde lijn zit van de voorzitter. Ja, maar ik denk dat in deze misschien niet altijd een voordeel bent als je van team Egbert bent. Waarmee ik wil zeggen dat Oost-Vlaanderen is goed bedeeld. Ja. Hè? We hebben al de premier, we hebben de partijvoorzitter. Een argumentatie tegen mij was dat het nogmaals iemand was uit Oost-Vlaanderen. U weet dat men in mijn partij dat billijk probeert te verdelen om de ministerposten, staatssecretarisposten mooi te verdelen over de verschillende provincies heen. Dat elke VLD'er zich aangesproken voelt binnen zijn eigen provincie. En u bent van Gent, deze, voor de duidelijkheid. Wie ik ben weet. Van Gent. Dus Alexander de Croo is Vlaams-Ardennen. Je hebt Egbert Lachgaard, Bovengent en u van Gent. Stad. Ja, voilà. Dus binnen de provincie is het op zich wel mooi verdeeld. Maar dat is op zich geen voordeel. Wat dat er vooral een voordeel is mijn jonge leeftijd en het feit dat ik een vrouw ben en dat ik eigenlijk volledig pas in die casting en die nieuwe politieke cultuur, dat we toch met z'n allen zijn aan het uitdragen. Niet alleen in mijn partij, maar over alle partijen heen. Ik ben zeer enthousiast over deze casting van deze federale regering en dan pas ik eigenlijk in het plaatje. Niet zozeer omdat ik team Egbert ben, maar vooral omdat ik Stefanie Doze, 39 jaar ben. Ja, toen uw naam bekend werd, liet u meteen weten dat u zal kijken naar... Dat u vindt dat de instelling zich bescheiden moet opstellen in haar werking en dat u gaat kijken naar eventueel besparingen door samen te werken met de Kamer. Die zit ook technisch in hetzelfde huis. Absoluut. Ik wil het eerst even hebben over de werking van de Senaat, wat die momenteel nog doet of kan betekenen. U verwees er net even naar. Ja. Sinds de zesde staatshervorming is die wetgevende bevoegdheid weggevallen, maar heeft wel een vinger in de pap te brokken als het gaat over grondwetsherziening of bijzonder meerderheid. En dan ben ik even door de werking gegaan van die instelling de voorbije maanden, nog zeer recent, deze week bijvoorbeeld, gaat het over die fameuze transversale bevoegdheden. De Senaat is gaan kijken, is gaan vergelijken hoe de deelstaten die coronacrisis hebben aangepakt. Ja. Het is ongetwijfeld bijzonder interessant opzoekwerk, daar worden ook mensen gehoord uit het veld. Dat eindigt dan in een soort verslag. Maar gebeurt daar ook echt iets mee? Van welke betekenis is dat verslag dan, dat COVID-verslag zoals het er nu ligt? Ja. Wel, ik denk dat we vooral moeten opletten in de Senaat dat we geen dubbel werk doen. Ja. Er is een COVID-commissie in het federaal parlement, er is een COVID-commissie in het Vlaams parlement en nu heeft de Senaat dat ook gedaan. Dus wat is eigenlijk de bedoeling van de Senaat? We gaan eerst gaan kijken hoe dat de andere landen het hebben aangepakt. Hè? Bijvoorbeeld Zweden, Spanje, Frankrijk. Dus een vergelijking gemaakt met 6 Europese landen. Dat is eigenlijk het eerste luik van het zogenaamde COVID-verslag. Op dat moment zullen de verschillende COVID-verslagen van de andere parlementen beschikbaar zijn. De bedoeling is eigenlijk dat de Senaat die zaken naast elkaar gaat leggen en eigenlijk een soort van synthese gaat maken van wat staat er in die verschillende verslagen, welke aanbevelingen kunnen we doen voor het land in zijn geheel. En dan worden die aanbevelingen gestuurd terug naar de verschillende deelparlementen, waar daar dan rekening mee kan gehouden worden. Kan natuurlijk. Ja, het zijn altijd eigenlijk een vorm van adviezen, het zijn suggesties. Het zijn adviezen en suggesties. Wat mij ook al is opgevallen in deze Senaat, is dat wij beschikken over een zeer goede studiedienst. Ja. We hebben daar al verschillende verslagen onder ogen van gezien. Die mensen zijn zeer goed in verschillende zaken naast elkaar leggen, in opzoekingswerk doen en dergelijke meer. Waarom dat dan ook niet gebruiken in de periode dat men er nog is? Ja. Nu, er is ook politiek werk in de back-office. Ik vind dat belangrijk is om even te schetsen wat die Senaat doet, want er wordt inderdaad gesproken over het sterfhuis. Juist. Het is vooralsnog niet gestorven en er gebeuren dingen, maar bijvoorbeeld gaat het over het stemrecht van Vlamingen die in het buitenland wonen. Ja. Stemrecht of althans een mogelijkheid om mee deel te nemen aan de deelstaatverkiezingen, wat nu niet het geval is. Voor wie het wist, ik wist het niet, maar die mochten tot voor kort niet meer stemmen voor die Vlaamse verkiezingen. Dat gebeurt dan in de Senaat. Daar wordt dan een wet uitgewerkt? Of? Ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk een van de zaken dat ik daarnet bedoelde van de Senaat doet echt wel nog interessante dingen. Dat is eigenlijk ook de bijzondere wet Doze, over het feit dat men in het buitenland... Die draagt dan althans uw naam al. Die draagt mijn naam, want ik heb die ingediend samen met Georges-Louis Boucher, die ook in de Senaat zetelt. Dus wat kan de Senaat nog doen? Wij kunnen nog bijzondere wetten aanvaarden die voor 2/3 meerderheid nodig hebben. En dat is bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is het feit dat men in het buitenland kan gaan stemmen. Wat gebeurt er daar nu mee? De Senaat heeft dat gestemd en dat gaat nu naar de Kamer. Waar dat dus de minister een regeling daarvoor zal moeten uitwerken. De uitvoerende macht zal nu die bijzondere wet gaan uitvoeren. Dat is maar die minister, die uitvoerende macht, die krijgt op dat moment van de Senaat zeg maar een kant-en-klare wet die eigenlijk kan geactiveerd worden. Juist. Hij krijgt eigenlijk de opdracht om die wet uit te gaan voeren. En dat kan de minister samen met zijn administratie dan regelen van hoe moet men zich registreren en dergelijke meer. Dat moet de minister doen, de pure uitvoerende macht. Dus dat kan de Senaat nog doen. Een derde punt wat dat Senaat ook nog doet,
doet, is dat zij bijvoorbeeld, dat gaan wij volgende week dinsdag doen, we hebben onze plenaire vergadering, we hebben één keer in de maand een plenaire vergadering, naast natuurlijk de reguliere commissies. Bijvoorbeeld in de plenaire vergadering zullen wij de leden van de Hoge Raad voor Justitie aanduiden. Waarom gaat de Senaat dat doen? Omdat dat ook een paritaire verdeling moet zijn. Je hebt 11 Vlamingen, je hebt 11 Walen. Ook over die voorrangslijst, heet dat dan, wordt in de Senaat op voorhand gepraat. Er worden hoorzittingen gehouden met alle kandidaten. En dan gaat eigenlijk de Senaat in een mooie verdeling Vlaams-Waals een lijst gaan maken die voorgedragen wordt aan de Hoge Raad voor Justitie. Dat komt er eigenlijk op neer. We leven nog altijd in een federaal land. Een federaal land waar dat eigenlijk de gemeenschappen en de gewesten naast elkaar een land besturen. En er zijn altijd nog bevoegdheden die je niet zomaar kan opdelen. En dat moet dan eigenlijk in de Senaat gaan gebeuren. En vandaar dat de Senaat de dag van vandaag wel nog altijd een reden heeft om te bestaan. Ja, ik herneem dat straks even als het gaat over die afschaffing, omdat het momenteel de enige plek is hier in de Wetstraat waar politici van de verschillende regio's elkaar ontmoeten en tot een akkoord moeten komen, behalve dan in de regering. Wie zei over de werking van die Senaat, die moet zich, het is wat cryptisch, maar goed, die moet zich bescheiden opstellen in haar activiteiten. Mm-hmm. Dat zou kunnen geïnterpreteerd worden als, u gaat daar wat de rem op zetten. Moet er minder commissiewerk zijn? Moet er minder wetgevend werk zijn? Wel, ik zal eerst bekijken wat dat de historiek is. Dus ik weet al dat men in de vorige legislatuur de werking van de Senaat heeft verminderd in budgettaire bedragen van 70 miljoen naar 40 miljoen. Ja. Okay. Dat is al een serieuze slok op de borrel die is gebeurd. Het tweede wat al is gebeurd, is dat eigenlijk het personeel die uitvloeit, dus die op pensioengerechtigde leeftijd is, die worden niet meer opnieuw vervangen. Dus je zit daar sowieso al in een dalende curve. Het derde wat ik eigenlijk wil doen, is hoe kunnen we zoeken naar meer efficiëntiewinsten? Hoe kunnen we kijken naar, ik stel maar bijvoorbeeld vast, een platform voor telewerken. We beginnen allemaal steeds wat meer te doen. Waarom kijken we niet met andere parlementen om een gemeenschappelijk platform te organiseren? Met het Vlaams parlement, met de Kamer. Dat lijken mij toch wel zeer interessante synergieën dat we gedurende de eerste periode kunnen bekijken. Maar natuurlijk, het grote werk, de staatshervorming, dat komt in de tweede periode. Maar sowieso ga ik daar niet zitten om te pappen en te nat houden, maar vooral te bekijken van, we kunnen alles tot zijn essentie gaan herleiden. Wat dat dan het wetgevend werk betreft, we hebben wel nog altijd onze job. Hè? We hebben nog altijd verschillende commissies die moeten gebeuren, verschillende transversale mogelijkheden die kunnen ingediend worden. En daar ga ik niet met de knip op zetten. De taak van de Senaat is nog altijd de taak van de Senaat en die ga ik wel samen met mijn collega's volbrengen. Ja, de taak die het nu heeft, zo goed mogelijk uitvoeren. De taak die het nu heeft. Voilà. Over de afschaffing, als je gaat rondkijken bij de Vlaamse partijen, is daar eigenlijk een meerderheid voor te vinden. Tijdens deze lange onderhandelingen was rond november duidelijk dat Magnet ook bij de Franstalige partijen wat meer draagvlak vond om die Senaat verder af te bouwen of af te schaffen. Maar even daarover, ik zal een citaat geven van Herman De Croo, die ondertussen kennen als vader van de premier. Die zei van, ik ga heel mijn leven aan de politiek doen, tot aan mijn dood, en dan ga ik naar de Senaat. Ja. Dat is een argument dat je dat wel eens hoort over die afschaffing van, goed, laat ons het daar afronden. U heeft nu een kleine 4 jaar om daar voorzitter te zijn. U zal richtinggevend zijn. U zit het bureau voor. Ja. Gaat u, is dat uw finaliteit, richting die afschaffing in overleg met de regering die aan een staatshervorming gaat werken? Is dat de bedoeling? Maar daarom zegt u het goed, hè. Het is in overleg. Hè. Dus er is binnen het kader van de regeringsonderhandelingen, en nu wil ik wel een keer aan tafel gaan zitten met de mensen die onderhandelingen specifiek hebben gedaan rond het luik van de Senaat, want ik heb daar eerlijk gezegd nog niet de tijd voor gehad. Dus ik ben ook wat behoedzaam in de uitspraken te doen naar de toekomst. Maar ik wil wel een keer kijken van, we gaan die staatshervorming doen. Dat is zeker broodnodig. Ik denk dat de COVID-crisis dat absoluut heeft aangeduid of aangetoond. Wat zal nog de finaliteit zijn van de Senaat? Dus eerst gaan we die staatshervorming hebben en dan die finaliteit van de Senaat gaan bekijken. Wat is er daar ook over afgesproken? Als het aan mij ligt, hè, en ik zeg als het aan mij persoonlijk ligt, dan denk ik dat het absoluut interessant is om een forum te hebben waarin dat we elkaar ontmoeten, de mensen van verschillende gemeenschappen. Maar hoeft dat per se in de vorm van een senaat te zijn, dan vraag ik mij dat af. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Wij houden af en toe interparlementaire commissies.
interparlementaire commissies gaan iedere keer over een bepaald onderdeel. Bijvoorbeeld de interparlementaire commissie klimaat. Dat gaat dan samen met de klimaatexperten uit de verschillende deelparlementen, waarin dan men samen gaat kijken van waar zijn jullie mee bezig, wat is er goed voor ons land. In de Senaat zitten die specialisten niet. Bijvoorbeeld, ik ben een specialist cultuur en ik zit in de Senaat. Maar eerlijk gezegd, over klimaat, dat wordt fantastisch opgevolgd door mijn collega Willem-Frederik Schiltz, die dat veel beter kan dan mij. Dus waarom kan hij voor dat bepaald onderdeel dan niet afgevaardigd worden om te gaan babbelen met zijn collega-experten vanuit het Waalse parlement? En dat dan voor de duidelijkheid in naam van de deelstaat. Ik zei daarnet, het is de enige plek waar die elkaar ontmoeten. In de Kamer heb je uit alle taalgroepen verkozen, maar dat is per kieskring. Hier kan je praten in naam van die deelstaat. Dat inderdaad, is het verschil. Inderdaad. Want eigenlijk nu in de Senaat worden wij ook opgedeeld op basis van politieke partij. Ja. En eigenlijk is dat wat vreemd. Eigenlijk zouden we moeten opgedeeld zijn op basis van de deelstaat waarin dat we komen en ook de expertise die we hebben. Maar dat zijn allemaal losse ideetjes. Dat zijn ideetjes die in mijn hoofd zitten, waar dat ik eigenlijk nog niet over heb gesproken, de eerste keer met u. Maar waar ik, dat ik wel denk hoe dat we beter kunnen samenwerken in dit land en hoe dat we, waarom dat we dan nog eigenlijk een aparte senaat, met een apart personeel, met een aparte werking, of dat dit nog nodig is. Natuurlijk, ik zeg erbij, altijd met zorg voor het personeel. Ik heb bijvoorbeeld in de vorige legislatuur was ik adjunct kabinetchef bij Sven Gats. Ja. En ik heb daar persoonlijk de hervorming van de provincies geleid. De zogenaamde afslanking op vlak van cultuur, jeugd en de persoonsgebonden bevoegdheden. Ja, daar zie je dat eigenlijk die mensen ook wel, het personeel, dat zij ook wel zin hebben om verandering te hebben. Maar je moet die mensen daar ook in begeleiden. Je moet ook respect hebben voor het feit dat ze jarenlang een bepaalde job hebben gedaan en nu begeleid worden in een andere job. Ik wil dat wel doen, dat dat altijd met heel veel respect voor het personeel gebeurt. Ik heb daar gelukkig ervaring in om die contracten te gaan herbekijken. Want het is nu bijvoorbeeld al zo. Als bijvoorbeeld, vroeger konden die niet switchen van het een naar het andere parlement zomaar. Hè? En dat zijn aparte dat. KMO's met behoorlijk wat mensen die hier werken. Ja, nu gebeurt dat. Dus bijvoorbeeld de Kamer en de Senaat die doen eigenlijk een gezamenlijke aanwerving. Dus die gaan bijvoorbeeld als er een werving moet zijn voor een bode, ik zeg maar, gaat men gezamenlijk die werving uitsturen. En dan, wanneer dat bijvoorbeeld de Kamer iemand een bode nodig heeft, gaan men eerst gaan kijken of dat er daar in Senaat een mogelijkheid is voor iemand die een bode kan zijn in het Vlaams parlement en, of in de Kamer. En zo is er een samenwerking tussen de beiden. Ja, in die zin wat flexibiliteit. Nu, over die afschaffing, er zijn ook tegenstemmen. Senator, gecopteerd senator Bert Anciaux van SPA, die nam het op voor de Assemblée. Ja. Recent nog in een debat erover. En die zei, ja, heel dat discours over die afschaffing, dat is wat populisme, is wat inspelen op de antipolitiek of negatief sentiment tegenover de politiek. Valt ook iets voor te zeggen. Hij zegt ook, dit is net een plek waar men op een ander tempo deelstaten onder elkaar tot gesprekken kan komen. Er valt ook iets voor te zeggen. Ja, ik geef daar Bert ook absoluut gelijk in. Mijn mening over de Senaat is gedurende dat jaar dat ik er werk ook wel veranderd. Maar de vraag is of dat het echt nog in deze vorm moet gebeuren. Dus dat is eigenlijk een beetje het sluitstuk. Het tweede, natuurlijk, als wij vanuit de politiek al jaren de Senaat niet meer verdedigen, dan is het ook niet moeilijk dat er geen draagvlak niet meer voor is bij de bevolking. Dus we hebben dat eigenlijk ook wel een klein beetje aan onszelf te danken, die manieren van spreken over de Senaat. Want het is bijvoorbeeld zo, ik ben redelijk actief op social media. Ik plaats dan van, ja, ik word voorzitter van de Senaat en dan krijg je toch heel wat reacties op van de bevolking van, schaf die handel af. Ja, natuurlijk, omdat je jarenlang dat discours hebt vanuit de partij zelf, in bijzonder ook van uw partij trouwens, dat hangt als een schaduw over die instelling natuurlijk en dat krijg je er misschien niet meer af. Hè. Ja, voilà. En dat is het ook van, hoe kunnen we dat samen opnieuw herbekijken? Hè? Is er een toekomst voor de Senaat? Dan moet je dat wel met alle politieke partijen samen gaan dragen. En samen gaan zien van, kijk, dit is deze nieuwe instelling, deze hervorming, waar dat wij allemaal met z'n allen achter gaan staan. Maar weer zo een politiek compromis à la Belge van, ja, nee, nou, we laten het bestaan, maar we zijn er eigenlijk niet zo happy mee. En elk debat die er maar is van, we moeten de Senaat afschaffen, ik denk dat we hier vanaf moeten. Maar dat zal ook mijn taak zijn als voorzitter, om zoveel mogelijk samen met andere partijen te bekijken waar dat we naar een constellatie kunnen komen waar dat iedereen achter staat. Dat zal u moeten doen, want u bent nu het gezicht van die Senaat in het binnenland, maar ook over die functie ook in het buitenland. Het is wel zo dat die functie van senaatsvoorzitter,
naar het buitenland toe, wel nog behoorlijk wat standing heeft als een zeg maar Amerikaans toppoliticus naar ons land komt. En hij heeft een gesprek met de voorzitter van de Senate, een woord dat ze daar begrijpen en hoger inschatten dan volksvertegenwoordigers. Ja. Dan is dat voor hen het equivalent van een minister of een vicepremier. Yes. En die rol is er nog altijd. Er zijn heel vaak diplomatieke gesprekken en ontmoetingen. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Hè? Ja. Want ja, wij bekijken hier soms zo, ja, hè, de Senaat, moet dat inderdaad niet een eminence grise zijn? En moet dat niet iemand zijn die bijna op pensioen is en dergelijke meer? Dus het zal misschien voor die buitenlandse ambassadeurs fijne verrassing zijn dat er daar een jonge vrouw voor hen zit. Hè. Maar dat is zo. En dat is ook eigenlijk nog een zeer belangrijke taak van de Senaat. Ik heb deze week snel een keer een rondleiding gekregen in de bureaus. En ja, dat zijn wel echte ontvangstruimtes die voorzien zijn voor buitenlandse gasten. Men krijgt dan ook telkens een hele voorbereiding van de diensten over wie dat er dan op bezoek komt. Dus ik kijk daar wel naar uit, naar dat deel van de job. Ik kijk eigenlijk naar alles uit. Maar ik kijk naar het meest uit naar dat deel van de job om toch wel heel interessante gesprekken te voeren, om mensen te ontmoeten. Om ook voor een stuk het gezicht te zijn van mijn land. Hè. Ben daar toch wel trots op. Mijn papa was in zijn legertijd paracommando. Hè. Dus ik moet wel zeggen, de trotsheid op ons landje, dat zit er wel bij mij wat in. Hè. Ik ben ook Vlaams parlementslid, maar ik ben ook een trotse Belg. Dus ik ben ook wel blij dat ik dat kan uitdragen dan. Ja. Ja. Ook over die functie, de senatoren die afgevaardigd zijn vanuit het deelstaatparlement, ja, die nemen dat erbij, die taak. Gecoopteerde senatoren, het zijn er maar 10 van de 60 nog, die krijgen het gehalveerde loon sindsdien. Hoe zit dat met de voorzitter? Welk loon krijgt die? Wel, het is zo dat ik mijn loon blijf behouden als Vlaams parlementslid en dat ik een toelage krijg voor het voorzitterschap. En dat is redelijk bescheiden. Werd dat ook niet gehalveerd bij die laatste hervorming? Ja, absoluut. Ja. Ja. Even naar dit parlement, of eigenlijk jou. Wat het midden houdt tussen dit parlement en het federale, wat u ook nog beter zal leren kennen. Er is federaal nu die Vivaldi-coalitie en het is al vaak gezegd. Zal die coalitie daar, zal dat geen hypotheek leggen op de sfeer tussen de meerderheidspartijen hier? U wordt verondersteld van in dit huis goed samen te werken met N-VA. N-VA die bij monden van Bart Wever vorige week nog zegt, we gaan die partijen kapot maken in oppositie. Weg sfeer, denk ik dan. Stevige uitspraak. Ja. Maar Bart Wever zit niet in deze Vlaamse regering. En gelukkig maar, denk ik dan. Hij zit wel in dit parlement, soms. Ja, bon. Maar volgens ik verneem, en zoals u zegt, soms. Hè, maar naar ik verneem zijn die banden eigenlijk wel zeer goed binnen de regering. En binnen het parlement ook. Natuurlijk, we hebben elkaar door COVID eigenlijk weinig gezien. Gelukkig hadden we gisteren een plenaire vergadering. Ik kan spreken voor mijn collega's in de commissie cultuur, waar ik met Cathy en Marius van N-VA en Karin van CD&V en Orrie ook eigenlijk zeer goed overeenkom. Maar dat wij een heel goede band hebben. En waarin dat ik eigenlijk niet voel dat er iets is veranderd. Integendeel. Ja. Ik had nu daarnet bijvoorbeeld een vraag aan minister Jan Jambon over het zogenaamde mecenaat aan de cultuursector. Giften vanuit de bedrijven aan de cultuursector die nu door COVID heel zwaar getroffen wordt. Ja, daarvoor moet je een fiscaal attest hebben. Er zijn wat moeilijkheden met dat fiscaal attest. Dus dat is de bedoeling dat dat toch met het federale wordt afgesproken. Dan is dat net een meerwaarde. Dus daar zie je samenwerking. Daar zie je samenwerking. Hè. De minister-president zegt van ja, ik zal dat meenemen naar de collega van Financiën, Vincent van Petegem. Wel, ja, wij zitten ook in die regering. We kunnen daar samen aan trekken. Dus ik denk dat dat ook natuurlijk ligt aan ons politici en politieke partijen. Ik denk dat mensen het genoeg hebben gezien dat we vechtend over straat rollen. Ja. Ik denk dat men daar geen nood meer aan heeft, dat we nood hebben aan samenwerking. En ik voel echt bij mijn collega's in de meerderheid, hier in het Vlaams parlement, in de regering, dat die knop ook wel voor een stuk is omgedraaid. Dat men zegt van kijk, als we resultaten willen boeken, dan zal het zijn met samen te werken. Want zo gaan we dat vuile virus ook volgens mij niet verslaan. Ja, dat is de intentie. Maar bijvoorbeeld gisteren maakte Vivaldi en uw voorzitter Egbert Lachart zich niet populair bij, onder meer N-VA hier, door te zeggen in een openingscollege van professor Karel De Vos dat het aantal Vlaamse parlementsleden minder wordt. Lisbeth Holmans, parlementsvoorzitter, hier reageerde en zij draaide de redenering om en zei misschien moeten er net minder Kamerleden zijn, want er verschuiven steeds meer bevoegdheden naar het Vlaamse. Ja. 1. Zijn hier te veel parlementsleden met 124? Wel,
dat er algemeen te veel parlementsleden zijn in ons land. Ik ben daar helemaal mee eens. Er zijn er 475. Voilà, dus daar moeten we toch echt wel een keer streng durven zijn op onszelf. Dus bijvoorbeeld hetzelfde met de Senaat. Als ik de vraag krijg van, ja maar Stefanie, je bent voorzitter en je zult misschien de laatste voorzitter zijn, dan denk ik dat dat iets is waar je trots op moet zijn. Dan ik denk kan je de vraag stellen, gaat u het licht uit doen? Als ik dat even zou kunnen en ik heb daar een akkoord voor van de andere partijen en de andere partijvoorzitters, dan zal ik dat graag doen. Dan bent u de laatste senaatsvoorzitter sinds 1831 hier. Stel u voor, dan komt u wel in de geschiedenisboeken terecht. Maar op een positieve manier, denk ik dan. En ik denk dat we dat vanuit jonge mensen dat we dat wat meer moeten durven zeggen, dat we dat meer moeten durven doen. Net hetzelfde als het aantal parlementsleden. We moeten durven bekijken van waar zijn er effectief te veel. Is dat nu op het Vlaams of is dat nu op het federale? Dat is eigenlijk iets wat de partijvoorzitters moeten uitmaken. Dat zal ik zelf niet doen, maar ik zal wel zelf in het partijbestuur van mijn partij daarmee opduwen dat er algemeen te veel zijn. Ja, ik heb even geteld. In Nederland zijn er 150 Tweede Kamerleden die zijn bevoegd voor justitie, zowel als onderwijs. Iets wat hier al is opgedeeld tussen federaal en regionaal. Hier met alle partijen samen, die 475. Stel, er komt een staatshervorming en waarbij ook die Senaat wordt herbekeken. Er zijn nu 150 federale parlementsleden. Zou dat ook betekenen dat er minder Kamerleden komen? Dus niet alleen morrelen aan die Senaat, maar ook aan die Kamer? Ja, absoluut. We gaan natuurlijk moeten zien hoe dat die staatshervorming uitdraait. Mijn partij heeft altijd gezegd dat we moeten kijken naar efficiëntiewinst. Wat is het beste niveau om iets te gaan organiseren? Dat betekent ook dat er bepaalde zaken terug naar het federale kunnen gebracht worden. Ja. Dus het is volgens mij niet één oefening van federaal naar Vlaams. Ik denk dat we ook soms een klein beetje uit ons koekerke moeten komen en moeten zien van, moeten er niet terug bevoegdheden van het Vlaamse terug naar het federale gaan. En als je een goede staatshervorming wil doen, dan zal dat ook mee op tafel liggen. Dus ik zou het niet zo zwart-wit willen bekijken. Ja, laatste vraagje. In de wandelgangen van de Senaat, de rode gangen, in tegenstelling tot de groene gangen van de Kamer, hangen de portretten van alle voormalige senaatsvoorzitters sinds 1831. Men heeft daartoe beslist vanaf midden 19e eeuw. En nu is het zo, de gewoonte al meer dan een eeuw, dat elke uitredende senaatsvoorzitter, dat hij zelf een schilder mag kiezen om zijn beeldenis, zijn portret te maken. U bent cultuurminnend. Heeft u al een idee welke schilder u daar mag vereeuwigen in die gangen? U zegt mij eigenlijk iets wat ik nog niet wist. En waar dat ik ook nog niet had over nagedacht. Wauw, nog een eer erbij. En ik mag eender wie kiezen, hè? Ja, en vroeger trouwens zag je heel vaak de klassieke statieportretten. Maar je merkt de laatste decennia dat men eens richting pointillisme wil gaan, durft gaan en zo meer of hyperrealistisch. Dus je hebt alle keuze. Wel, dan zou ik toch Michael Bormans kiezen. Het ligt een beetje voor de hand, maar ik ken hem ook persoonlijk goed. Ik weet niet of dat hij te betalen is, want hij is een zeer, zeer goed kunstenaar. Hij heeft op mijn initiatief in Gent hebben we een klokkenstoel. Dat is eigenlijk een zaak waar dat een klok in hangt. En hij heeft die beschilderd met een fantastisch werkje op mijn initiatief. Misschien kan ik hem nog een keer bellen en vragen of dat hij mij wil vereeuwigen. Ja, Michael Bormans kan zich al beginnen opwarmen voor die opdracht. Ja. En dan misschien het laatste portret, de laatste senaatsvoorzitter. Misschien wel. Zeer bedankt voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Jo, kom dit te volgen. Ongemeen boeien natuurlijk dus die senaat en onze instellingen, hoe die in elkaar zitten en wat de toekomst ervan is. Fijn dat u bij ons was en ik zie u natuurlijk heel graag volgende week terug.